Er zit een heerlijke maaltijd in. Een macaroni, als het goed is. Kijk. Met kaas, soepie. Oh, lekker. Gaan we bezorgen. Roy Muller is vrijwilliger bij Wonen plus Welzijn in Schagen. Jonge mannen als hij zijn hard nodig, want vrijwilligers zijn steeds lastiger te vinden. In de Noordkop proberen ze daar wat aan te doen. Ja, we zien nu dus gebeuren dat er toch een tekort aan vrijwilligers wel komt. Hè. Door alle tendensen die er nu zijn. De pensioenleeftijd gaat omhoog en de arbeidsmarkt trekt aan. Dus komen minder vrijwilligers. En aan de andere kant zijn er ook vrijwilligers die zich melden met die toch wat beperkter eventueel zijn. Maar die wel graag ook wat willen betekenen in onze maatschappij. Via het project Noordkop voor elkaar moeten vraag en aanbod van vrijwilligerswerk elkaar vinden. Het aanboren van nieuwe groepen potentiële werkkrachten is belangrijk. De kwetsbare vrijwilliger is daar één van. Het zijn soms ook een beetje de mensen die tussen wal en schip raken. Dus die vroeger misschien binnen een instelling zaten. En daar bijvoorbeeld mensen met een verstandelijke handicap of iets lager IQ. En die zien wij nu wel binnenkomen, want die wonen gewoon nu in de wijk. Zijn niet meer zo beschermd. En die zoeken ook een goede dagbesteding, willen ook van nut zijn voor de maatschappij. Ik bel nog eventjes met een vraag vanuit de keuken. Voor Roy zit het net iets anders. Hij doet vrijwilligerswerk als reïntegratie richting betaald werk. Hij zat in de verzekeringswereld, belandde na een reorganisatie bij een groenteverwerker, kreeg een hernia en kwam uiteindelijk thuis te zitten. Vrijwilligerswerk heeft jou aardig op de rit geholpen. Zou je dit aan anderen aanraden? Zeker aanraden voor iedereen die nu thuis zit en denkt van ja, kan ik wel nog wat doen? He, omdat ik bijvoorbeeld eruit ben geraakt, medisch gezien, of misschien geestelijk. Zeker aan te raden. Al is het maar een dag of een dagdeel. Weet je, maar zeker aan te raden. Ja. Ik wens u in ieder geval een fijne dag toe nogmaals. Oké, dank u wel. Dag.